Het is vandaag dinsdag. Ja, waar blijft dan de maandag en de zondag, hè? Nou, we hebben zondag hebben we even deze machine opgehaald. Want we moesten aan het zagen. We moesten toch even de drijvers eruit gooien. Maar dat heb je gezien, hè, in de video van Houseboat. Deel 9, volgens mij. En met deze machine zijn we gisteren, maandag dus, zijn we wezen zagen. In Franeke. En ja, dan moesten we even een stukje bronvloer zagen. Ja, wat was het? 9 bij 5 zo'n beetje. En in blokjes, hè? Allemaal stukjes van ongeveer 2 bij 2. En dan zijn ze er vandaag aan het uithalen, als het goed is. En dan heb ik een zaagblad gebruikt. Weet je nog, dat heb je kunnen zien in een van de weekvlogs. Er was eentje waar dus wat segmenten af waren. Deze, hè, die eraf en die. Daar eentje. En die heb ik daar weer opgelast. En dan zo dat het heel mooi verdeeld was. En dat heb ik... Gisteren heb ik daarmee gezaagd en dat zaagde onvoorstelbaar snel, echt. Dat ging echt als een razende rollande. Ja, als je dan ziet dat hij nou op zo'n 13 centimeter, 12, 13 centimeter dik was die vloer daar op dat punt. En dan kun je zo in één keer voorzetten. Hè. Normaal moet je eerst eens een keer 5 centimeter zagen en dan nog eens een keer 5 hè, en dan de laatste stukjes. Maar nou kon ik zo in één stuk doorzagen. Hartstikke mooi, echt. Dat ging super. Nou, na de tijd nog eventjes alles... Het water een beetje, en normaal doe je dat met de waterzuiger. Maar er staat wat ruimte onder de vloer. Daar is de grond is verzakt. En die vloer die is gestort op heipalen. En daar wordt het nog waarom die eruit te krijgen, die blokken. Want als die vastzit aan die heipalen, dan krijgen ze hem nooit los natuurlijk. Hè. Maar goed, dat doet de aannemer zelf. Maar daar zit dus ruimte en dan loopt mooi al het water weg. Dus met het opruimen, eventjes met ja, dat is een mondstuk van de waterzuiger. Heb ik alles eventjes een beetje bij elkaar gehaald en dan zeg maar in die sleufjes wat ik gezaagd heb, hè, dat het water daarin wegloopt. Vandaag hebben we een voor bodemonderzoek in, waar was het ook weer, Gea? Vromshoop, hè? Vromshoop, ja. En we in Vromshoop hebben we eventjes, ja, zo we denken, waar zit Gea dan? Maar Gea zit in de auto. Ze zit eventjes wat vragen te beantwoorden van mensen. Ja, niet van YouTube kanaal, maar van Facebook is dat geloof ik, hè? Of nee, Marktplaats. Zij heeft ook allerlei dingen te koop staan, hè? Zoals sokken en zo en dat soort dingen. En dat waren twee, ja, dat was eigenlijk een bedrijf die moest een schoolgrondverklaring hebben. Dus dan, ja, dan moet je even kijken wat er allemaal zit. En dat was in de klinkers. Dus onder de klinkers zat zand en dan van dat, ja, een soort brekerszand is dat. En dan daaronder nog weer asfaltgranulaat. En dat was teerhoudend, dat kun je gelijk ruiken, dus dat is een foute boel. Daaronder zat nog een hele oude weg van die ronde klinkertjes, zeg maar weer. Die natuursteen, een soort hele grote dikke kiezels. En daaronder zat nog weer heel oud puin. Dus dat was een flinke laag. Op één plaats was hij een meter dik. Ik kon er amper bij de hand in komen. Hè, met de arm zo nog. Ik denk iets van 90 centimeter dat dan was. En de laatste stukje heb ik dan met de Riverside eruit gehaald. Hè. Dat is die in Holle Boor. Die had ik geloof ik al vaker gezien. Nou, en morgen hebben we weer voor bodemonderzoek. Hè. Woensdag weer bodemonderzoek. En donderdag ook weer bodemonderzoek. Vrijdag een klusje zaagwerk. Nou, ik weet niet wat ik allemaal kan filmen, zeg maar, van de rest van de week. Maar dat zien we dan wel. Maar we hebben ook heel goed nieuws gehad. Wat dat ijzer betreft, hè, wat hierboven ligt. Hè, dat is al wat in de benen zit. En daar heb je nog wat, hè, die vier lange stukken. Die zijn voor de langskant van de boot. Dat was namelijk een hele discussie. En ik schrok er nogal van. Ik denk, jongen, weer heb ik alles fout gedaan. We hebben van alles geprobeerd. Met flexjes en zo weer. Met schuurschijfjes. En dan later nog een andere schijfje. Dat ging bijna mis. Ik kreeg me dat ding bijna omdoor. Ik knalde tegen ons aan. Maar, nou blijkt het, achteraf blijkt het allemaal een misverstand te zijn. En dat kun je zien in de... in de video Houseboat nummer 10, daar ga ik het allemaal goed uitleggen wat het misverstand was. Want ja, als je niet gewoon duidelijk bent, echt duidelijk bent, gewoon echt de dingen 5 keer zeggen. Dus als ik het 1 keer zeg, is niet genoeg. Dan horen het mensen schijnbaar niet.
En ja, ik had er verder ook niet bij nagedacht. Maar nou goed, ik hou er ook over op. Je ziet dat in de video die dus, als je deze kijkt, die er morgen op is, hè, maandag. Het is woensdagochtend. Wat ik gisteren had vergeten te zeggen. We hadden nog eventjes wat spulletjes naar de stort gebracht. Boormachines en wat flexjes en oude verfpotjes en zo, wat er allemaal stond. Dus dat hebben we nog in weggebracht. En nu staan we in Veenhuizen, vlakbij de gevangenis. Het gevangenismuseum, zag ik op de kaart staan. En daar staat het ook op het bordje. Zie je dat? Gevangenismuseum. En dan moeten we hier op de weg aan het werk. Moeten we wat gaten boren voor asfaltonderzoek. En ja, vaak ook wat zit er dan onder het asfalt. Dat is ook nog even van belang. Het is nog donker. Maar zo'n rustig weggetje. Ik kom af en toe een auto langs. Dus dat valt mee. Morgen moeten we in Leeuwarden aan het werk. Voor de zolder opdracht geven. En we vanmiddag ook nog een klusje voor trouwens. Vlakbij het Bolsward. Maar dat morgen in Leeuwarden. Dat is dan midden in Leeuwarden. Had ik begrepen. En ja, dan mag je niet heel vroeg beginnen. Hier kan het wel. Het is toch niet druk. Maar als het zo druk is, zoals daar in midden in de stad, ja, dan hebben ze liever dat je na de spits, zeg maar, hè, na de drukte, dat je dan begint. Nou, ik hoop dat hij zo komt. 7:30 hebben we afgesproken en dat is het nu. Ik zie wel lampen daar in de verte. We gaan het even zien. Mooi plekje waar we hier staan. Kijk eens. 2 graden hebben we nou geboord. Dan moeten we bij elk bruggetje, net achter dat bruggetje zeg maar, daar komt een fietspad. En om zeker te zijn dat het allemaal goed komt, moeten we dan daar in het asfalt een gat boren op 5 plekjes. Dat is ook wel mooi om te zien, hè? Een klein bootje, ik denk dat bijna 100 als je hem zo ziet. En dan halen ze het riet, de begroeiing zeg maar, wat een beetje er te veel van is, halen ze dan weer verderop, zie je dat het met de kraan gebeurt. Maar hier doen ze het dus met een bootje. Nou, we zijn bij het laatste gat aangekomen. Die moeten we daar boren, achter de auto. En moet je eens kijken wat ik hier zie. Kijk eens. Bijna 3 meter verschil, hè, hoogteverschil in het water. Daar gaat hij dan natuurlijk weer verder. Wat is dat? We zijn al, dit is net, zie die boom zoals ziet, is net of ben je in Canada. Nou, wel mooi hoor. Kom maar een watervalletje in Drenthe. De eerste klus in Veenhuizen is klaar. We gaan zo naar Wons. Dat ligt bij Bolsward. En ik ga eerst even wat eten. Ik heb vergeten te filmen. Mijn laatste hapje hier. Maar dat is dus de linzenpannenkoek met ijsbergsla. Ik dacht, ik probeer het gewoon eens een keer. Rare combinatie als je eraan denkt. Maar het smaakt best wel goed. En dan gaan we zo naar Woens en dan gaan we eens even kijken wat we daar aantreffen. Hè? Er waren 4 gaten volgens mij in puin. Die hoef ik alleen maar te hakken. Ze kwamen er niet door. Het was te hard. Want ja, die mensen doen dan meestal gewoon met stootijzer. Ja? Dat is haast niet te doen. Dus dan huren ze ons in. En wij komen dan met de hak aan. En omdat we stroom bij ons hebben. Ideaal, hè. En het zonnetje schijnt. Dus we hebben zonne-energie. En moet je eens even kijken. Op zich zou je zeggen, nou dat is dan niet mooi, zo aan de snelweg staan. Maar het is wel groen. Zie je dat? Prachtig zonnig weer. Dus ja, we staan niet altijd op hele mooie plekjes aan het water. We staan ook wel eens gewoon op parkeerplaats aan de snelweg. Krijgen we net een telefoontje. We waren net voor Bolsward. We moesten nog 13 kilometer rijden. En dan belden ze dat het niet meer nodig was. Ze kwamen er nou toch wel door. Dat is toch ook waar. Maar goed, we hebben even tijd over. Maar het is vroeg, het is wel 1:05. Dus we gaan eerst even naar het staalbedrijf in Heerenveen. En dan halen we nog even 2 ijzers bij. 2 van die 10 bij 5 centimeter was volgens mij. 10 bij 6. En die zijn namelijk voor om de woning af te sluiten naar de voor- en de achterkant. En dus helemaal
Daar waait hier trouwens, wat ik net hoorde, hè. Je hebt dus helemaal rondomheen komt dat dikke ijzer. En dan komt er nog eentje op het gras, zeg maar, voorkant woning, achterkant woning. Daar waar de woning ophoudt en het terras begint. Dus die halen we nou weer. Het is vrijdag, onze laatste werkdag. En gisteren hebben we nog in Leeuwarden gestaan, stonden we mooi aan het water. Het was niet zo heel mooi weer, af en toe het zonnetje erbij, maar meestal was het bewolkt en een beetje regen af en toe. Maar het klusje was weer geklaard, dus vanochtend toch een boorklus, daar zijn we ook klaar mee. En ik heb gisteren ben ik met de computer bezig geweest. Ik denk dat ik wel 20 keer dat ding opnieuw heb moeten opstarten. Ik heb er al eens eerder een video erover gemaakt. En we komen er gewoon niet uit. Het ding blijft me hapen dat hij niet op internet gaat. Weet je? En dan, dat is zo'n ergernis. Dus Gea zei, we gaan even naar de mediamarkt, gaan even kijken voor een andere. Want dit is ook niks zo. En we hebben alles al geprobeerd, echt alles geprobeerd. We komen gewoon een steek verder. En dat is zo filmd, want als je dan een video aan het uploaden bent, of ik ben een reactie aan het geven aan iemand, je typt een heel verhaal, of met een e-mail, en met een mail dan houdt u nog in concept, als je tenminste door hebt wanneer die van internet af is gegaan. Maar ja, met de reacties natuurlijk niet. En dat is gewoon hartstikke vervelend. Dus we gaan kijken naar een andere. Deze hou ik er wel bij, want daar hebben we in ieder geval drie. Dat was toen ook wel makkelijk. We hebben een computer, een tablet en geen harde computer, hè, of laptop daar. En als er dan eentje stuk is, dacht ik, dan hebben we altijd nog weer eentje. Hè? Dus als je dan drie hebt, heb je in ieder geval nog reserve. En ja, moet even kijken welke. Gea denkt, maar zij heeft van, weet ik het merk helemaal niet meer. Ik heb voor mijn Asus en zij een Hewlett Packard HP. En ze zeggen dat die is toch stabieler, hè? Als je dat ziet hoe die van haar doet. Die blijft gewoon goed doen. Af en toe heb je dat ook wel eens, als je een update hebt gehad, dat hij hem even, zeg maar, van het internet afgooit. Maar daarna is het weer klaar. Dus we hebben ook nog hulp voor het bouwen van de boot. Dat ga ik even uitleggen in de video van maandag. Maar we kregen een mailtje van iemand die ons daarmee wil helpen. Of assisteren in ieder geval. Hè? Voor raad geven en noem maar op. Dus dat is sowieso mooi. Er vliegt een eentje over. Is wat. Nou, wij hebben volgende week maandag, maar dat zie je in de volgende week vlog pas, hebben we een afspraak gemaakt voor volgende week maandag. Ik weet niet, van hieruit kun je het volgens mij wel goed zien. Die scheur daar in het raam, die gaat maar verder en verder. Even zien, voor mij is het zo wel te zien. Hier is het sterretje. En op een gegeven moment was hij tot hier en daar tot hier. Nou, moet eens kijken. Deze gaat nou helemaal zo tot hier. Helemaal eronderaan. En deze, die gaat tot hier. En er zitten natuurlijk heel veel sterretjes in het raam. Maar ook hele kleine putjes. Dus we hebben afspraak gemaakt. De kosten vielen mee. Dus we gaan het wel doen. Nou, ik ben geslaagd. Het busje van de Mediamarkt staat hier op de hoek. Maar de Mediamarkt zit een stukje verderop. Maar we zetten altijd de auto hier neer. Dat is een wat grotere parkeerplaats. Anders moeten we daar een parkeerplaats in nemen van 4 auto's. Dus dat doen we niet. Maar ik heb dus nu ook een Hewitt Packard. En de verkoper zei, je gaat alle fronten op vooruit. De auto was al helemaal, ja, echt ouder. Die was nog maar 2 jaar of zo, of niet? 3 jaar? Ja, zoiets. 2 of 3 jaar. En dan is het alweer verouderd. Dus ik ben benieuwd hoe snel die is. Oh ja, er staat van alles op. Ja. Nou, we hebben vorige week, nee, het was deze week nog, hè? Dat we naar de stort zijn geweest. Ja. Hebben we ook de compressor weggegooid. Als het goed is, heb je die links achter in de auto zien staan. Samen met de boormachines en alles. Maar dat ding was niet helemaal goed meer. En we wonen graag een kleinere. Dus nu hebben we een kleinere gehaald. 6 liter is dat ding maar. Moet eens kijken. Ideaal. Dus die gaan we morgen even uitpakken. Morgen komen we weer op de werkplaats. Ja. Ja. Gaan we even kijken wat er allemaal bij zit. Of er een spuitmondje bij zit of zo. Het is zaterdag. En het is nog donker buiten, zoals je ziet.
Ja, de straallantaarns branden, maar voor de rest is het nog pikkerdonker. Het is nog vroeg. Ik heb de nieuwe computer, zoals jullie weten. De Hewlett Packard is dat. En dan moet ik even kijken welk type dit ook alweer was. Pavillon staat daarop. Pavillon. En dit zijn de... Ja, harde schijven en alles. Ik weet niet eens hoe het allemaal heet. Ik zei nog tegen die verkoper. Ik heb nou deze. En die hebben we nog maar een paar jaar. En hij gaat dit keer van het internet af. En ik weet niet hoe hij dat noemde, maar er was dan iets stuk, zei hij. Toen vroeg ik of deze, dus de Hewlett Packard, die HP, of die beter was dan deze. Snelle, grote, intelligente, weet ik wat allemaal hoe dat heet. En toen bekeek hij deze, wat er allemaal in zat. Oh, zei hij toen, dat is gewoon maal 3. Dus 3 keer zo snel, 3 keer zo groot en 3 keer zo intelligent. Alles wat hij dan kan verwerken, zeg maar, dat zou dan vele man sneller zijn. Dus ik denk, nou, dan moet dit het maar worden. Want ik was helemaal klaar met deze Asus, of wat is het voor merken? Ja, voor mij is het Asus. En had ik gisteren dus alles verder eventjes getest, hè, hoe alles ging. Met Google weer, dat gaat allemaal automatisch over, hè, als je inlogt. Maar ik ben nog een paar inlognamen was ik kwijt. Ik heb namelijk, soms heb je wel eens, dan moet je inloggen. Moet je een wachtwoord opgeven en dan geldt dat wachtwoord niet. Dan zeggen ze, er moet een bepaald teken bij staan. Dus de ene keer dan heb ik mijn wachtwoord met een slash erachter. De andere keer met nog een extra nummer 1 of zo. Of backslash of weet ik wat. En met de meeste dingen schrijf ik dat op. Maar ik heb het voor vanmorgen heb ik het niet opgeschreven. Dus ik kwam er gisteren even niet uit. Maar dat is net wel gelukt. De rest is volgens mij alleen nog 1 e-mailadres. Wat ik nog even moet doen straks. Maar ik heb gelukkig heb ik Filmora erop. En we hadden Filmora 9. En er was er een nieuwe. En dat is Filmora 10. Of V10 heet het volgens mij. En ja, ik dacht, moet ik dat doen? Moet ik hem nou nog eventjes weer gaan upgraden? En toen dacht ik, dit bevalt prima zo. Laat maar eventjes weer. Ik ga het niet doen. Dus ik kreeg wel iedere keer een update. En die deed ik dan wel. Maar niet naar dat Filmora 14. Maar nou ik hem toch daarop moest zetten. Heb ik toch maar gelijk die 14 genomen. En ik weet niet wat de verschillen zijn. Maar ik denk, ja. Het enige nadeel is dat alles, zoals de aftiteling, hè, de namen van donateurs en alles. Die dingen, die zit daar dan niet meer in. Dus die heb ik op zo'n schijfje gezet. Of hoe heet zo'n ding? Zo'n ding. Heb ik het opgezet. Zo'n USB-stick, zo heet het. En toen daarop gezet. Dus ik hoop dat het werkt. Alleen het zit dan niet in Filmora. Dan moet ik dan weer uit de computer halen. Want dat zit nou in een computer, in zo'n mapje. Maar in principe moet dat kunnen zo. Dus als het goed is, zie je nu deze video... die gemaakt is, die moet ik nog maken natuurlijk, maar als jullie kijken, dan is hij gemaakt op de nieuwe computer. Nou, en dan gaan we zo naar de werkplaats. We gaan het aggregaat even uitpakken. En even, of aggregaat, compressor gaan we even uitpakken. Dan gaan we eens even zien hoe dat ding het doet. Het is een mooi klein ding, wel. Die grote, die lekte wat. Dus die bleef maar doordraaien. En uiteindelijk dan wordt hij zo warm dat de rook eruit komt. De olie die erin zit, die wordt zo heet dat hij als het ware... Ja, verbrand wil ik niet zeggen, maar hij verdampt dan gewoon. Dus dat was niet prettig. En dan hebben we hem op de marktplaats gezet. Ik denk, ja, als iemand misschien zelf nog iets ermee kan. Gratis ophalen, hebben we op een gegeven moment gezegd. Niemand had interesse. Dus nou, hebben we die naar de stad gedaan, zoals je weet. Maar dan moet er toch weer eentje weer komen. En dan wordt het niet zo groot. Want we zijn nou, als we dan over een jaar of wat in de houseboot wonen. En we nemen die compressor mee. Ja, dat is natuurlijk veel te groot zo'n ding. Dus hebben we nou een mooi kleintje. Dus die gaan we zo even uitpakken. Je ruitenwissers, hè? Dat zijn deze.
En je zult wel denken, wat is dit nou weer? Maar geef dan eerst de vriezer aan de ontdooiing. Er staat veel te veel ijs in. Dat is in de vriezer veel gebruiken. Dus dan, ja, dan krijg je ijsvormingen. En dat is ideaal als je dan de kachel, hè, daar zetten we gewoon een elektrisch kacheltje zetten voor de vriezer. En is je zomaar ontdooid. Ik denk nog geen half uur. Een kwartiertje, 20 minuutjes en is het klaar. Nou, dit is een compressor. Als een bult afval, hè. Dat is altijd lastig. Hij is wel klein, maar niet licht. Ik denk 20, 25 kilo. Ja, dat is hij wel. Nou. En volgens mij zit er helemaal niks bij. Oh, wacht even. Daar heb ik er onderin liggen. Ja, dat is alleen maar een dempertje. Je moet daar dan op de zijkant. Maar. Dus ik werd bewaard, die heeft wat, hè. Dus ik heb nog een slang, spuitmondje. Hier zo. En luchtdrukmeter, hè, om de banden op te pompen. Dus dan hebben we toch nog een compleet setje. Ik ben benieuwd hoeveel lawaai dat ik maak. Hij staat nu al op 8 bar. Nadeel is dan wel, hè, dat gaat natuurlijk wel heel mooi snel, maar het nadeel wat je hebt is dat hij daar natuurlijk heel snel leeg is, hè, want dit is maar heel klein tankje. Voor mij was het van 6 liter of zo, ja, 6 liter denk je. Nou, dit past ook wel op elkaar. Perfect zo, maakt niet alleen iets veel lawaai als het andere ding. En is het lucht genoeg? Nee, luchtdruk genoeg moet zijn. Ik heb ook wel eens gewoon sluiten. Alleen ja, dan gaat hij wel wat vaker aan en uit. Maar ja, dat is niet anders. Je kunt niet alles hebben, hè? Nou, dan zet ik zo eventjes deze ruitenwissers. Of nee, ik wacht even met opzetten. Ik denk dat ik ze er pas maandag ga zetten als de nieuwe ruiter erin zit. Maar dat zien jullie in de volgende week toch.